Steeds meer kerken worden aan hun eredienst onttrokken en krijgen een nieuwe bestemming. Zo ook de Sint-Leonarduskerk in Oosterhout. Een aantal maanden geleden is deze kerk gekocht door de gemeente. En vandaag is bekend geworden dat ook het parochiehuis een nieuwe bestemming krijgt. Voor trouwe parochianen is dit een lastige gewaarwording. Jan Veens is een trouwe parochiaan van 99 jaar. Ondanks dat het lastig is, kan hij de keuze van de gemeente ook begrijpen. Ja, dan moeten ze iets mee met dat gebouw. En ja, hij zou nog wel een pijtje open blijven schijnbaar. Maar de bedoeling is dat het een keer iets anders wordt. En dat ja, vind ik niet zo. Maar het kan niet anders. De kerk en het parochiehuis worden beide een nieuw onderdak voor het dorpshuis. Ondanks het gemis straks is Jan zich ook bewust dat tijden veranderen. Ik weet nog dat die kerk gebouwd is. Ja, helemaal goed niet. Ik was toen denk ik 7 jaar of zoiets. Vroeger stroomde die kerk vol. En nu, ja, sporadisch zit hier iemand, weet je wel. Dus het kan ook niet anders, bijna. Maar ik vind het wel jammer. Het bestuur van de gemeenschap blijft hoop houden. Zo blijft onder andere de begraafplaats nog wel eigendom van de parochie en gaan de maandelijkse gebedsdiensten nog door. Momenteel wordt er gezocht naar een passende vervangende locatie. De laatste eucharisatiedienst vindt plaats op 9 maart 2025. Ja, ik zou geluk heb dat ik misschien 100 word. Maar Hoe is dat nou pastoorswijk? Alles verdwijnt een beetje. Ik ben altijd nog wel een beetje een trouwe kerkganger geweest. En dat is nu voorbij.